Het boek stond zeker 10 jaar in mijn kast voordat ik eraan begon. De tweede sekse van Simone de Beauvoir. Ik had geen feminisme nodig, vond ik. Ik was al geëmancipeerd genoeg. Totdat ik dit vuistdikke boek las en erachter kwam dat er nog wel iets schortte aan mijn zelfbeeld. Het boek leest als een spannende roman. Het gaat over vrouwen die leven in hun tijd en die gemaakt worden tot vrouw. Je komt als vrouw ter wereld, maar je wordt gemaakt tot vrouw. Dat zinnetje bleef hangen. En sinds ik dit boek gelezen heb, ben ik om en volg ik mijn hart en ben ik vrouwen gaan schrijven. De tweede seks is een boek dat niet alleen vrouwen moeten lezen, maar ook mannen.